Het Tradeport Nijmegen Westterrein, waar meer dan 400 bedrijven zitten, organiseert zaterdag een open dag. Wij willen aan de omwonenden laten zien wat TPN West is, hoeveel bedrijven er zijn, de grote diversiteit aan bedrijvigheid die hier plaatsvindt. En dat willen we morgen graag laten zien. Dus wij zetten morgen de deur open. Op het terrein zit zware industrie, maar bijvoorbeeld ook entertainment. En alles daartussenin. Het bedrijventerrein TPN West biedt een grote diversiteit aan bedrijven. Van maakindustrie tot logistiek. Maar ook bijvoorbeeld industrie in de entertainmentbranche. Kijk maar hier op de achtergrond naar Planet Awesome, waar we nu deze open dag houden. Er is zaterdag van alles te doen. Hier op dit terrein bij Planet Awesome wordt een waar festivalterrein ingericht. Met presentaties van bedrijven, productpresentaties. Maar ook een programma voor kinderen. Bijvoorbeeld de bouwbedrijf Kuppens, die heeft een timmerman hier staan en die leert kinderen een vogelhuisje te maken. Dan mogen ze mee naar huis nemen. Er zijn verschillende presentaties. We hebben een muziekprogramma, dat is eten en drinken. Dus een mooi inkijkje in het leven van TPN West. Bezoekers kunnen ook 8 verschillende tours maken. Een ervan is een rondvaarttocht langs het terrein dat voor veel Nijmegenaren een onbekende plaats is. Nou, de bedoeling is het geheim boven water te krijgen. Dus niet onder water te laten zitten, maar echt boven water. Want zoals je kunt zien, zie je vanaf deze kant de bedrijvigheid rondom dat water op een heel andere manier als dat je hem daaromheen ziet. Ik wil niet zeggen dat die bedrijvigheid daardoor slechter of beter is, maar anders voor het zicht. En we hebben nou eenmaal te maken met ook een stuk beeldvorming. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat de Nijmegenaar en iedere andere geïnteresseerde vanaf het water eens een keertje de kans krijgt om dit waanzinnig mooie gebied te aanschouwen op een dag waarop het weer hopelijk heel erg mooi is morgen. Het imago van het industrieterrein onder omwonenden kan wel een positieve impuls gebruiken sinds de rel vorig jaar rond asfaltcentrale APN. Die zou meer giftige stoffen uitstoten dan toegestaan. TPN West gaat voor gezond leefklimaat en ook een goede luchtkwaliteit. En we weten dat omwonenden zich zorgen maken om de luchtkwaliteit. Maar we doen er hier op dit bedrijfterrein alles aan om het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.